Ja, dat is dan ook wel weer grappig. Queen en Radio Gaga. Doet me denken aan Lady Gaga een beetje eigenlijk. Maar goed, het is weer tijd voor wat gaan we vandaag eten. En dat gaan we eventjes samen met Marco Oosterhuis doen. Je kan hem volgen, @Marco van de radio. En Marco, wat gaan we eten vanavond? Hollandse roebak met kip. Wat is dat lekker, hè? Vast wel. Dan hoor jij mij een vraag te stellen. Hoe maak je dat? Nee. Hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Juist. 2 eetlepels wokolie. Ja, ik wacht even dat we het opgeschreven hebben thuis. 2 eetlepels wokolie. Jongen. 1 ui, gesnipperd. 300 gram kipfilet in reepjes. 250 gram champignons in plakjes. Lekkere. 700 gram bistro aardappeltjes, cool vers. Is dat niet reclame? Ja, dat is het. 300 gram gebroken spersieboontjes uit de diepvries. 2 eetlepels honing. En 3 eetlepels walnoten grof gehakt. En hoe maak je dat? Verhit in een wok de olie. Fruit de ui. Bak de kipreepjes 3 minuten mee. Voeg de champignons toe en bak ze 3 minuten mee. Schep de aardappeltjes en spersiebonen erdoor. Bak de roerbak in 8 minuten gaar. Voeg de honing met de walnoten toe. En als laatste zout en peper naar smaak toevoegen. En dan zeggen we met z'n allen eet smakelijk! Ging het te snel? Kijk op www.hetmp3paleis.nl.
Jongen. Eens even kijken. Potverdorie, hé. God en god. Dames en heren. Jongen. Ja, nog 6 minuten, hè. En dat betekent... Wacht even op het moment dat jij heel raar gaat doen voor de ene camera en dat Marvin net naar de andere camera schakelt. Daar komen ze. Dansend. Op de maat van hun lievelingslied. Zeg ik, als u mee wil zingen, graag hoor. Hey, ho! Ja, en dat zit het dan helaas alweer op 17:54. Dat betekent dat er een einde is gekomen aan deze MP3-paleis voor deze zaterdag 22 februari 2014. Vandaag met de webcam-ondersteuning van Marvin Jans van der Slichten mag ik even een heel groot applaus! Ja, en dat is toch wel heel erg gaaf. Wordt er besloten of er weer een webcam-uitzending mag gehouden worden. En dan elke laatste zaterdag van de maand, dames en heren. Dat kan je allemaal binnenkort lezen op www.radiomiddelzee.nl. Ik wil Marvin Jans van der Slichten heel erg hartelijk bedanken voor dat hij hier vandaag zijn camera-kunstjes wil laten zien. Je mag hem tweeten, @MarvinJVDS, wat je ervan vond. En voor nu wens ik je dan een heel erg fijn weekend. Zometeen aan de klok van 8 uur, zonder webcams helaas, maar... 6. Zullen we 6 uur van maken, Melvin? 6, ja, sorry. Zei ik dat toch? Ja. Mag Marco weer achter de knopjes. En ik zou zeggen, veel plezier met de Doe Maar Stapavond hier op Radio Middelzee. En voor mijn kant zeg ik, tot volgende week bij een nieuwe MP3-paleis. En alsnog bedankt. En we zullen het nooit vergeten. Fijn weekend en volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde station. Graag tot dan. Waarvoor je gaat, voor deze club sta je altijd weer paraat. We steunen geel, we steunen blauw, dat zijn de kleuren waar ik zoveel van hou. Oh ja, wij zijn trots op wie we zijn. Onze trots, nee, die krijgen ze niet klein. We zijn te sterk, ook voor de rel. Ik heet u welkom, dit is onze hel. Oh, Leeuwarden, dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh, Leeuwarden, de MSI. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Bij verlies of trammeland, onze club gaat voor niemand aan de kant. Denk eerst maar na voor wat je doet.
Ja, het strijden, dat zit ons in het bloed. Oh, dus denk erom, we stoppen niet. Van verlies hebben wij geen verdriet. We knokken door, we blijven staan. Door het vechten staan wij weer bovenaan. Oh, Leeuwarden, de Emmy side. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh, Leeuwarden, de Emmy side. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh, Leeuwarden, de Emmy side. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Oh, Leeuwarden, de Emmy side. Dit is de club waar het allemaal om draait. Geel en blauw zit in mijn bloed. Dit is de club waar je het allemaal voor doet. Dank je. Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen hebben voor het eerst Olympisch goud gewonnen op de ploegenachtervolging. Beide ploegen reden een Olympisch record. In de finale in Sochi versloegen Sven Kramer, Jan Blokhuis en Koen Verweijden Korea.